We zijn nu aangekomen bij de gluteaalregio. En hierbij moet ik natuurlijk ook eerst weer intermitterend drukken. Nou, zoals we zei, op de ademhaling gaan we intermitterend drukken. En weer terug. Nou, je ziet eigenlijk al, met twee handen omvat je hem eigenlijk al. Dus meer als dat is ook eigenlijk niet nodig. Wat we dan gaan doen, we pakken weer een beetje olie. Zorg dat er niks in de kleding van de patiënt komt. Nou, wat we gaan doen, we werken altijd naar de bilma toe. Dus altijd zo. Maar een leuk beetje, de gluteus maximus is de grootste spier van het menselijk lichaam. En die pakken we nu dus ook. We kunnen hem duim over duim pakken. Nu pakken we hem dus in de lengte richting. Hand over hand. Hier kunnen we ook weer gaan kneden, maar ik laat hem eerst even de dwarsen zien. De dwarsen. Kun je zo pakken. Hier weer. Hand over hand. Hier zou je nog zelfs een beetje de pinkmuis kunnen gebruiken. De bil is overigens wel een gevoelige spier. Nou, nu zou je ze moeten frotteren. Dan ga je over naar de kledingen. Ook hier geldt het weer. Oppakken. En uitduwen. Oppakken. En even uitduwen. Oppakken. Uitduwen. En uitduwen. Hierbij kun je ook de fricties geven. Er zit een vrij pijnlijke frictie. Probeer hem maar eens uit. Die zit namelijk, als je de bekkenrand gaat volgen, maakt hij weer een bochtje. Bij dat bochtje, als je daar ongeveer een kleine, ja, wat zal het zijn, 3-4 centimeter naar binnen gaat, en je drukt hier, je ziet hem al meteen aanspannen. Dat is een pijnlijk en gevoelige plek. Ook weer rustig. Ik pak hier nu mijn duim, maar het zal dus ook kunnen zijn mijn vinger, maar daarboven. Mijn middelvinger. En dit is niet een heel lekker gevoel. Weer rustig cirkelvormig. En dan zit de massage van de bil er eigenlijk al zo goed als op. Hierbij kun je natuurlijk wel weer variëren met wat meer strijkingen, met wat meer duim over duim, met wat meer petrissages. Maar voor nu, alle basisdingen, alle basishandgrepen zijn nu verwerkt in deze massage.